Thorn bij Radio Veronica. Ik moet er even iemand te bedanken, want afgelopen weekend kreeg ik mijn mailbox volgegooid met allemaal ingezongen jingles. En dat is gedaan door Erwina Hogendijk. Haar artiestennaam is Pina Jones. Pina, mocht je luisteren, dank je wel. Erg aardig dat je zo druk bent geweest voor het maken van een jingle. Ik vind ook, als je dan zo je best doet om een jingle te maken voor een radio-dj, dan moet je dat ook belonen door hem even te draaien. Laat het eerlijk wezen. En nou, ik moet zeggen, de kwaliteit, oké, er valt over te zeggen. Het is volgens mij gewoon met een webcam opgenomen. Maar qua zang en zo, het zit wel oké volgens mij met jou, Pina. Ze heeft volgens mij een stukje gepakt van de Ram Jam van Black Betty. En daar heeft ze een eigen draai aan gegeven. Jingle, hè, dit. Komt-ie aan. Naam jingle. Cellphone Stoot. Ja. Pak ik toch even mooi mee. Toch? Veronica! Hupsakee. En normaal kost het een jongens heel duur, maar dit is echt gewoon een gratis gereden. Nog iets? Stootje. Ja, hier. Nou, dat laatste stukje. Laatste stukje een beetje net buiten. Maar ik zou zeggen, gewoon hiermee doorgaan. Hartstikke goed. Dankjewel voor het mailen naar sylvan@radioveronica.nl. Dat soort dingen zijn altijd welkom. Wat zegt ja. De boer? Wat zegt de boer? Gisteren was natuurlijk...